Hoe kan het Nederlandse energiesysteem zich richting 2050 ontwikkelen? In scenario hoog gaan de onderzoekers van het PBL en CPB uit van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 65% ten opzichte van 1990. De opwarming van de aarde komt dan op de lange termijn uit op 2,5 tot 3 graden. In scenario laag gaan ze uit van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 45% ten opzichte van 1990. De opwarming van de aarde komt dan uit op 3,5 tot 4 graden. In Kopenhagen is in 2009 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden ten opzichte van 1850. Bij alle klimaatonderhandelingen doen landen dan ook toezeggingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die toezeggingen zijn echter onvoldoende voor dat 2 graden doel. Wat daarvoor nodig is in Nederland, is in een aparte onzekerheidsverkenning onderzocht. Zowel in scenario hoog als in scenario laag is in Nederland een trendbreuk nodig. Met andere woorden, het energiegebruik moet dalen in plaats van stijgen en de CO2-uitstoot moet drastisch verminderen. Om die trendbreuk te realiseren, moet veel meer dan nu in Nederland energie uit hernieuwbare bronnen worden gewonnen. Toch zal ook in de toekomst de energievoorziening sterk leunen op fossiele bronnen. De ondergrondse opslag van CO2 blijkt dan een belangrijke technologie. In scenario hoog wordt in 2050 ongeveer 30% van de uitgestoten broeikasgassen ondergronds opgeslagen. Nodig is wel dat deze en andere technologieën zich snel zullen ontwikkelen. De prijs die de samenleving gaat betalen voor het uitvoeren van klimaatbeleid loopt sterk op.